Een hele goede morgen. Ik ben de ochtend begonnen met stofzuigen. Want Chico haagt heel erg en zo dadelijk komt de logo. Dus dan wil ik wel, omdat het vaak grondspelen is, dan wil ik wel dat het haarvrij is, ook voor de logo. Er lag niet zo heel veel hoor, maar Chico is in de rui, dus ik wil daar gewoon bij houden. Jordi is vannacht wakker geweest. Die krijg ik met moeite wakker. Dus we gaan het nog een keer proberen. Hij heeft niet gehuild vannacht. Hij was gewoon lekker aan het spelen. Jordi, wil je wakker worden, schatje? Ilse komt zo. Jordi, schatje. De grommel wat jullie op de achtergrond horen is mijn wasmachine. Die heb ik ook al aangezet. Niet je ogen dicht doen. Je moet de ogen open doen. Ja. Ga maar jou eruit halen. Kom. Ga maar jou eruit halen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Eens even kijken. Eens even kijken. Wat zullen wij gaan doen? Wat zullen wij gaan doen? Jordi, ga je mee kijken? Goed zo. De logopediste is er inmiddels vandoor. Jordi is eventjes in zijn eigen wereldje. En ik ga dadelijk even zijn fruitje maken, want daar is het bijna tijd voor. Ik doe het vandaag rustig aan, want logopedie is ook wel zwaar voor hem. Dus dan moet hij veel concentreren en dat soort dingen. Deze kleine draak heeft nog even net lekker gespeeld. Fruitapje gehad. Nog wat gespeeld. En nu heeft hij de fles gehad en ligt hij heerlijk te slapen. Dus die ga ik eventjes lekker in zijn bedje gooien. Nee, lekker. Jordi is weer wakker. Na 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 na. Nee. En wat heb ik allemaal in de tussentijd gedaan? Ik heb gewoon even rustig aangedaan. Op de bank even gelegen. De video geüpload. En gewacht totdat Jordi weer wakker was. En nu gaan we lekker soepie doen. Was je aan het dromen, vind je? Was je aan het dromen? Was je aan het dromen? Oh, ons oudje aan het dromen. Was je zo even aan het dromen? En hij slaapt weer lekker verder. Dat krijg je met oude vellen, hè? Chico, die is nou alle 10 jaar. En die ligt gewoon lekker zijn pensioen te vieren. Doet waar hij zin in heeft. Dus hij heeft het maar goed hier. Hij heeft het maar goed hier. Jordi daarentegen niet. Jordi is een beetje boos op mama. Want ik ben er niet bij komen zitten net. En hij vond dat ik erbij moest blijven. Dus. Hallo, meneer Zeurtje.
Doe maar aanraken. Wat is er? Wie is dat dan? Ja, vertel. Je bent het er niet mee eens. Inmiddels is Niels weer thuis en we hebben al gegeten. En gooien met jullie. Papa gelijk training, hè? En Jordi gaat zo zijn flesje krijgen en dan gaat hij lekker naar bed en spullen klaarzetten. Want morgen gaat Niels op vrijgezellenfeest met Manuel. Dat wat ik met Bianca heb gehad, dat heeft hij morgen met Manuel. En Manuel denkt dat ik hem kon helpen met de auto. Ja. En Jordi en ik gaan morgen naar mijn ouders toe, naar de kapper. Opa en oma. Ja, en dan gaat oma mee naar de kapper. Dus dat gaan we morgen doen. En wat Jordi en ik verder morgen doen, dat weet ik niet. Ik denk dat Niels laat thuis zijn. Nee, oude Lubus. Tika. Ben je al een opa hondje? Ben je al een opa hondje? Schaam je daarvoor? Oh, moet je niet schamen? Dat is een liefde. Zo, dan gaan we lekker een slaapje doen. Ja, morgen heb jij een vrijgezellenfeest voor Manuel. Ik ga met Jordi lekker naar de kapper. Ja. Ik heb mijn eigen haar weer kort wieken. Nou, voor Jordi is het wel echt nodig. Ja, dat was vorige week al nodig. Maar Willem een stoer, pittig kapsel aanmeten. Kort. Ook. Net als zijn moeder. Daar ben jij niet blij mee. Nee. Ik heb wel in het verleden lang haar gehad hoor. Maar dat is zo dun geworden. Na mijn gastric bypass, zwangerschap enzovoorts. Ja, dit is fijner nu. En jij moet er maar mee doen. Zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. Wij gaan lekker naar bedje toe. En dan zien we jullie morgen weer. Niels nog minder dan dat jullie hem normaal zien waarschijnlijk. Want die zal morgenavond al heel laat thuis zijn. Jullie hebben veel te doen, hoorde ik. Ja. Nou, wel trusten allemaal. Wel trusten. Een hele goede morgen. Wij zijn onderweg om Niels af te gooien. Hij heeft vrijgezellenfeest. En Jordi en ik gaan naar mijn ouders toe. En naar de kapper. Oké, wil je lekker je haartje geknipt, Jordi? Ja, want het ziet eruit. Wij gaan Niels afgooien. En een stuk rijden om naar mijn ouders toe. Wij zijn nu bij mijn ouders. Wij gaan nu naar de kapper toe. Dit is mijn moeder. En die gaat met mij mee. Thank you.
Wij zijn met ons koep tekort weer aan het teruglopen. En dan gaan we even broodje eten, Jordi flesje geven, luier verschonen. En dan gaan we weer richting Den Bosch. Wij zijn inmiddels weer thuis. Jordi heeft net de soepie op. En Jordi heeft supergoed bij de kapper gedaan. Ja! Toen we bij mijn ouders kwamen, toen heeft Jordi een beetje een prikkelprobleem gekregen. Toen was hij eventjes goed over de zeik. Dus ik heb gauw hem een fles gegeven. En een broodje gauw bij mijn ouders nog gegeten. En toen zijn we weer op huis aangereden. Want in de auto wordt sowieso Jordi altijd rustig. Dan kleek ik hem zo aan en dan gaan we heel eventjes naar de supermarkt. Heel eventjes gauw wat boodschapjes doen. Want papa is nog steeds op vrijgezellenfeest, hè? Ja, en we moeten ook eten. Wij hebben inmiddels gegeten, gespeeld, alles erop en eraan. En nu gaan we lekker het badje in. Haartjes heb ik al gewassen. En dan gaat hij nog even lekker spelen. Gezellig! En dan zo dadelijk het flesje. En dan lekker naar bed. Lekker mama lekker dingetjes nog gaan doen. Wasmachientje staat aan. Een was ophangen. En dat soort dingen. Oh, trouwens, zijn uitslag die is eigenlijk zo goed als weg. Een klein, echt mini mini. Maar die is zo goed als weg. Lekker spelen. Ja. Jordi heeft net lekker zijn flesje gehad en hij ligt nou heerlijk te slapen. En hij ruikt lekker naar Zwitserland. Babylucht. Oh, babylucht. Ik ben benieuwd hoe Niels het heeft. Ik hoop dat hij het naar zijn zin heeft. Ik ga hem nog heel even knuffelen en dan eventjes in bed leggen zodat. Een hele goede morgen. Ik had gisteren de vlog niet afgesloten, want we zijn naar bed gegaan en ik had van alles nog gedaan. Jordi die heeft inmiddels een flesje gehad en die gaat zo lekker slapen. Dan ga ik nog eventjes wat dingetjes verder hier doen. En jij gaat zo even sporten. En dan hebben we straks hebben verjaardag. Dus... En Jordi gaat zo naar bed. Ja. Zijn middagdutje doen. Ja. Hij ligt hier lekker te slapen. Dus bij deze, gezellig dat jullie er ook weer bij zijn op deze zondag. En ik ga nou het een en ander nog even doen. Trouwens, even iets anders. Had jij nou gezellig gehad of niet? Ja, ik vond het hartstikke gezellig. Ja? Nou, mooi. Dan weten we dat ook gelijk. Maar het is geen... materiaal voor ups en downs, dus daar gaan we er niet op zetten. Wij zitten lekker in de auto onderweg naar de verjaardag toe. En we zijn bepakt en gezakt. Ben jij nog steeds moe? Hoe kan dat nou? Net 3 uur geslapen. Ja, onze luiwammes. Nou, wij gaan een ritje van 40 minuten tegemoet. Alleen maar klei. Ja, we zijn op platteland. De familie van mij woont in een klein dorpje. Ver van de bewoonde wereld. Ja, voor hun is dat niet ver. Hun zijn daar gewend, hè. En Jordi vermaakt zich met zijn schoen. Zo te zien.
Hallo. Wij zijn nog op de verjaardag. Jordi heeft wel al gegeten. Dan krijgt hij dadelijk een flesje en dan gaan we een keer naar huis. Zijn we nog even aan het spelen? Ja. Ja. Je hebt ook een poepluier, hè? Mama gaat papa roepen, dan mag hij een poepluier doen. Ja. Ja. Gaat mama papa roepen en dan gaat hij de poepluier doen. Ja. Weer thuis. Jullie liggen lekker op bed te slapen. Die was in de auto lekker in slaap gevallen. Dan hebben ze een slaapzak aangekregen. We hebben hem lekker in zijn bedje gelegd. Of tenminste, Niels doet dat altijd. Die kan dat altijd het beste. Die is altijd rustig genoeg. En nu is Niels Formule 1 aan het terugkijken. Want we hebben net een extra video even opgenomen. En die ben ik nu eventjes, heb ik geëdit en die ben ik aan het uploaden. En dan ga ik heel eventjes editen, denk ik. Vast zodat morgen de video op tijd online kan komen. En ja, nieuwe uploadschema. We hebben alles in die video uitgelegd. En als ik snap hoe het moet, dan link ik hem eventjes hieronder. Ik denk niet dat ik het ga snappen. Maar ik ga het wel even uitzoeken. Ik ben ondertussen aan het editen en Jordi was wakker geworden. En nou ligt hij lekker bij papa voetbal te kijken. Want jij bent klaar met Formule 1? Nee, ja. Oké. Dus het volgende project komt nu voetbal. Ik ga ondertussen verder met editen. En Niels die gaat met Jordi knuffelen. En zorgen dat hij weer in slaap komt. Jordi ligt inmiddels weer lekker te slapen. Gelukkig wel. En wij gaan ook lekker naar bed. Wij sluiten deze ups en down af. En morgen beginnen we er weer een nieuwe. Ja, morgen heb jij nog vrij. En we gaan wel zien wat de dag brengt. Tot de volgende ups en down. Welterusten. Slaap lekker.